Dames en heren, mag ik u hartelijk welkom heten op deze awardshow. De eerste awardshow van de Sustainable Interior Design Awards. Het is 21 augustus 2020 en wij zitten hier in Zaandam in het hoofdkantoor van Vlinders met een prachtige jury. Die ga ik zo aan jullie voorstellen. Maar misschien eerst wat meer over de achtergrond van de Sustainable Interior Design Awards. Want waarom worden die nou georganiseerd? Nou, eigenlijk is het een initiatief van Vlinders in samenwerking met Eigen Huis Interieur. En wij hadden samen het idee van jongens, dit kan toch niet. Er worden zoveel mooie meubels gemaakt. Maar wij willen graag meubels een platform bieden. En niet alleen meubels, maar ook ontwerpers en merken. Die echt vernieuwend zijn en het verschil kunnen maken. Zowel voor mensen als milieu. Die zijn er. Die hebben we al gezien. Ja. Gelukkig wel. En we zijn zelfs verrast, kan ik zeggen, door het grote aantal deelnemers. Meer dan 30 bedrijven en ontwerpstudio's hebben de moeite genomen om zich aan te melden. Dat heeft geleid tot 44 aanmeldingen. Maar ga er maar eens aan staan. Dat betekent dus dat er 44 nominaties zijn of aanmeldingen zijn voor een winnaar. We hebben 4 categorieën. Dat zijn 3 productcategorieën. We hebben gekeken naar furniture, naar lighting, dus verlichting en naar specifiek accessoires. En daarnaast is er een overkoepelende grote award, de Brand Awards. En die zal je weer straks bekendmaken. Maar goed, dat duurt nog eventjes. We hebben een mooie middag, een mooie avond moet ik zeggen, in het verschiet. Misschien goed om nog even te vertellen wat de procedure was. Het is namelijk zo dat iedereen zich kon aanmelden. Het maakt niet uit of je nou uit Nederland komt, uit het buitenland, of je een kleine studio bent of al gewoon gerenommeerd. Iedereen kon zich aanmelden. Het is ook belangrijk om te vertellen dat de producten niet zozeer via Vlinders te koop zijn of hoeven zijn. Dat kan, maar dat hoeft absoluut niet. We zijn wel initiatiefnemer Vlinders, maar we staan verder helemaal buiten. We willen vooral graag een podium bieden voor vernieuwend design. En wij denken met deze designwedstrijd dat dat ook gaat gebeuren. Dus we hebben er zin in vandaag. Maar goed, de aanmeldingen die zijn door een jury, en hier zitten ze op 10 augustus, kritisch bekeken. Er is gediscussieerd, er is gelachen, er is gesteggeld. Maar er zijn nominaties uitgekomen per categorie, 3 genomineerden. En uiteindelijk is daar een winnaar uitgekomen. En vanavond gaan we het bekendmaken. 4 winnaars. 4 winnaars, zei ik. 3? 1. 1, nee ja. 1 winnaar per categorie. Het zijn 4 categorieën, dus gelukkig, we hebben 4 winnaars. En die krijgen van alles. Die krijgen een prachtige award. Nou, die moet hier ergens staan, maar die wordt in ieder geval... We zitten in de coronatijd, maar die wordt overhandigd. Na deze show gaan we bij de bedrijven langs en gaan we overhandigen, zoveel het kan. Anders wordt per post opgestuurd. Ja, en ook nog even goed om te melden, waarom zitten we hier een videocast te maken? Dat is, het idee was natuurlijk een grote show, waar duizenden, zo niet tienduizenden journalisten, bloggers, stylisten aanwezig zouden zijn. We hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. We doen het via deze experimentele manier. En op dit moment bevalt het nog prima. Maar we hopen wel volgend jaar allemaal bij elkaar te kunnen komen op een mooie locatie en daar de prijs bekend te maken. Wat krijgt de winnaar? De winnaar krijgt dus een prachtige bokaal. Voor altijd. En daarnaast zijn er advertenties gereserveerd in het Parool, Volkskrant Magazine en Trouw. En daarnaast zal er zeker ook aandacht komen in Eigen Huis Interieur. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik denk dat we voor alle winnaars gaan een eigen pagina maken. Zodat ze ook zichzelf opnieuw kunnen gaan voorstellen. En ook nog een keer goed uitleggen wat het nou eigenlijk allemaal inhoudt. Want ik denk dat het voor heel veel lezers toch best een moeilijk onderwerp is. Klopt. Het is dat. Want wat is nou een duurzaam product? Het is moeilijk. Ja, en hoe vergelijk je de verschillende bedrijven met elkaar? En wat weegt zwaar voor op welke categorie? Dus het is best moeilijk om naast elkaar te zetten en dan te zeggen, nou dit is de winnaar. Want eigenlijk is het natuurlijk ook iedereen die zich al druk maakt over het onderwerp, is ook al een winnaar aan het worden. Ik denk ook. Mooi gezegd. Dat betekent al niet voor niks dat je onderdeel bent van de jury. Misschien leuk om jullie even kort voor te stellen. Wie ben je? Wat is je rol in de jury en daarbuiten? José, misschien kun jij beginnen. Mijn rol in de jury. En überhaupt, buiten de jury, wat je allemaal niet doet. Ik ben José Molenaar en ik maak in mijn dagelijks leven het tijdschrift Eigen Huis en Interieur. En dat is een tijdschrift ook voor design, architectuur. We handelen veel nieuwe producten. Normaal bezochten we altijd heel veel beurzen en we proberen natuurlijk onze lezers op de hoogte te brengen van wat er allemaal
op de markt komt, maar we laten mensen ook kennis maken met nieuwe ontwerpers, met ontwerpers die al langer bezig zijn. En eigenlijk ons voornaamste onderdeel zijn binnenkijken bij mensen thuis. Zeker. Is het thema duurzaamheid iets wat jullie belichten, het eigen interieur? Eerlijk gezegd niet. Niet genoeg? Nou, dus ik denk dat dat zelfs een al overdreven is. Ik denk, bij ons is het echt, ja, omdat het zo'n eigenlijk een lastig onderwerp is, en dat het ook best wel moeilijk controleerbaar is. Als je niet echt heel goed bekend bent met hoe zo'n keten is opgebouwd, wat er allemaal aan toegevoegd wordt, dan is het best wel moeilijk om daar als niet-deskundige een oordeel over te geven. Dus wij volgen natuurlijk ook heel erg wat de markt ons aanbiedt. Ja. Ja, heb je er wel doorheen kunnen prikken tijdens het juryproces? Het scheelt ja, dus maar ja, met de behulp van beide heren, die ook allebei een andere expertise hebben. En ook, daardoor ook denk ik dat we alle drie heel andere dingen hebben gelet in de verschillende aanmeldingen. Klopt. We zitten hier na drie totaal verschillende personen aan tafel. Walter, misschien kun je iets vertellen over jezelf. Ja, waarom zit ik hier? Lector aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik heb als vakgebied kijken naar logistiek. Hoe kun je dat duurzaam doen, slimmer en schoner? Het elektrische voertuig in de toekomst. Kunnen we minder lucht vervoeren? We kijken met onze groep, we zijn een onderdeel van de faculteit techniek. In die faculteit zullen mensen die producten ontwerpen. Kijken we ook natuurlijk bijvoorbeeld naar het circulaire design van producten. Mm-hmm. Een van onze projecten was, wat doe je met de Ajax-stoeltjes uit de Arena? Een aantal jaar geleden, wat kun je er allemaal mee doen? Een heel leuk en geslaagd project. We kijken ook, wat kun je met koffie doen die overgebleven is. Circulair is belangrijk en ik heb heel specifiek ook gekeken naar wat dan heet supply chain. De hele keten van grondstoffen tot het maken van producten, tot het leveren aan winkels, maar zeker ook consumenten. Maar ook hoe ga je nou die producten terugkrijgen? Waarom is supply chain nou zo belangrijk als je kijkt naar duurzaamheid van producten? De allereerste reden waarom het belangrijk is, is als ik wat koop, dan verwacht ik dat het onbeschadigd komt en op de afgesproken tijd. Ja. Als je een nieuw bed koopt, wil je echt dat het op tijd is. Als je iets bestelt en er wordt beloofd dat het morgen geleverd wordt, dan verwacht ik dat ook. Supply chain management draait in eerste instantie om de klant. In tweede instantie draait om transparantie. Waar komen al je grondstoffen vandaan? We willen liefst geen product hebben met kinderarbeid. Er is veel aandacht van klanten en consumenten voor corporate social responsibility. Is mijn product eerlijk fair gemaakt? En ten derde, als je samen met elkaar die supply chain goed inricht, dus niet alleen de producent en de grondstoffenmaker, maar ook de retailer of de online retailer, spaar je met elkaar veel kosten in transport, veel kosten in je magazijnen, je spaart dat je derf hebt. Dus dat verdient gewoon geld. Duurzaamheid, onderaan de streep levert gewoon geld op. We hebben aanmelding gehad van prachtige materialen, hè? Soms wel van gebruik plastic, maar soms ook uit India of China. Sloeg jij dan met je vuist op tafel van jongens, dit is niet duurzaam? Nee, ja, absoluut niet. Als daar de grondstoffen duurzaam gemaakt worden onder de juiste arbeidscondities, dan is die laatste schakel, helaas vaak wel gebeurt met echt stinkende, rokende, zwaveluitstotende containerschepen. Ja. Dat moet ook echt veranderen. Dat is dan de gekheid. Mag eigenlijk ook absoluut niet met luchtvracht. Nee. Maar zeker zeecontainers met enorme volumes, 14.000 containers. Anderhalf, 2 miljoen stoeltjes om je een beetje beeld te geven. Dat als je echt kijkt naar de CO2 footprint, is die veel minder dan van een vrachtwagen, diesel die ergens uit Italië komt. Dus die wereldwijde ketens zijn helemaal niet zo schandalig, maar we hebben wel heel goed doorgeprikt, want in die 44 cases wilden we wel weten wat ervoor stond. Maar duurzaamheid is people, planet en profit, dus we niet alleen kijken naar CO2. Duurzaamheid is echt veel meer. Mooi, interessant. Peter? Ik ben Peter van Water, ik ben meubelontwerper. Kijk, ik ben voor verschillende meubelmerken, dat is zelfstandig ontwerpen. En ik heb daar een groeiend oog voor duurzaamheid. Hoe is dat gekomen? Nou, ik wilde eigenlijk altijd wel meubels maken die een lange levensduur hadden. Dat is altijd wel een richtpunt geweest. Dat een meubel wordt 20, 25 jaar, het liefst nog langer mee te kunnen. Het heeft ook met ambitie te maken, als je een klassieker wil maken, dan die ook wel een bepaalde tijd kunnen bestaan. Dus de ambitie lag altijd hoog. Maar is dat gekomen door kinderen of is dat gekomen door... Nou, kinderen helpen natuurlijk wel. Ik heb alles mee gezegd tegen potentiële opdrachten. Toen ik kinderen had, dit is wel echt te schunnig qua materiaal of qua verkwisting. Dus het helpt zeker. Het geeft ook wel meer urgentie, denk ik, aan de agenda als je kinderen hebt. Dit is er voor mij. Je hebt 44 aanmeldingen gezien. Heeft het jou geprikkeld als ontwerper om
nieuwe producten te maken of anders te ontwerpen? Nee, ik zit natuurlijk zelf altijd al midden in de duurzaamheidsvraagstukken. Het is leuk om andere bedrijven te zien hoe die dingen oplossen en hoe die ontwerp oplossen. Dus voor mij is het interessant om al die verschillende cases te bekijken en daar continu van te leren. Ja, ik kan me voorstellen. Jazeker, kun je iets vertellen? Je hebt die aanhaling allemaal gelezen. Ik weet dat jullie in de weekenden, avonden, zijn jullie mee bezig geweest om ze allemaal door te nemen. Wat viel je op bij het lezen van die aanmelding? Nou, sowieso dat mensen echt heel goed kunnen omschrijven waar ze mee bezig zijn. En echt heel gedetailleerd op procentniveau waar het product vragen. Ja. Wat natuurlijk wel goed is als je in aanmerking wil komen voor een woord, moet je ons ook al kunnen overtuigen van dat je overal inderdaad over hebt nagedacht. Ja. Dus dat viel mij vooral heel goed. En dat is cijfermatig belangrijk dan, zeg maar, dus dat goed wordt onderbouwd. Meten, ja. 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 Wat de kracht ook van de jury was, hè? We hebben alle drie op een andere manier gekeken. Ja, ze keken naar echt het productontwerp. Die ontwerp ontstaat de mogelijkheid van het daadwerkelijk duurzame uitvoeren van je keten. Maar bepaalt ook voor hoe lang producten kunnen meegaan. Een product wat niet verkoopt, wat niet mooi is, wat niet sexy is, wat niet van de schappen te branden is, is ook niet duurzaam. Nee. En met elkaar naar al die stapjes kijken in de waardeketen. En daarbij hebben we al die kleine percentages, want al die 44 deelnemers, ze hebben allemaal de billen bloot gegaan. Het is niet zo dat we er een accountant achteraan op gaan. Maar we hebben wel nadrukkelijk ook wel eens even terug naar de website gekeken. Klopt dit? Klopt de bewering die ze hebben? Ze verwijzen naar allerlei certificaten. Zijn die certificaten keurmerken? Echte keurmerken. Maar met elkaar vanuit verschillende perspectieven naar die 44 deelnemers kijken, was voor mij heel erg leerzaam. Wat we ook gezien hebben in de jurering is dat we met elkaar die iedere keer bespraken, dat we dan top 4 of top 5 hadden. Ja, dat dan en dat terugbrengen in dat proces en dat terugbrengen, dat was lastig. En tegelijkertijd kwamen we op consensus. Kun je zo'n product noemen wat je is bijgebleven? Ik vond een product wat me bijgebleven is. Het hoeft niet per se een winnaar te zijn, maar gewoon. Nee, we hebben gewoon een product wat gemaakt is van jeansbroeken. Dat vond ik wel heel bijzonder. Ja, wat voor product is dat geworden? De Ubu. Oehoe. Ik vind het heel mooi. Ubu. We hebben allemaal hele exotische namen voorbij zien komen. Ja. Waar ik iedere keer struikel. Maar een product, wat voor product is het? Een tafel? Een stoeltje. Een stoel. Ja, een stoel. En waarbij ze de 7,2, ik heb het onthouden, zo dat we oude jeansbroek hebben gepakt, uit elkaar gesloopt. De ene jeans wat groter. Dan weer wat materialen toegevoegd, maar ook heel slim. Biodegradable, dat betekent biologisch afbreekbaar volgens mij, toegevoegd. Maar het is natuurlijk leuk om eigenlijk met je eigen kont op je eigen kont te zitten. Leuk, mooi voorbeeld. Ja. En Peter, jij zit midden in de meubelbranche. Waar liggen de grote kansen, denk je, als het gaat over duurzaamheid voor specifiek de interieurbranche? Want we kunnen toch wel zeggen dat het een redelijk traditionele sector is. Er liggen nog veel kansen. Ja, maar ik denk dat er vooral op neerkomt dat mensen dingen moeten gaan doen. Te veel in absolute termen gesproken. Ik vind dat het afbrandniveau ook te hoog is. Dus als merk A een intentie heeft en die maakt een foutje, dan hebben we met z'n allen snel de neiging om dat meteen af te branden, te zeggen dat het niet goed is. Terwijl, is dat Nederlands of zeg je dat zie je wel in de hele branche? Ik ben niet zo snel dat dat over de grens is. Ik denk wel dat het in Nederlands vaak zo gaat. Maar terwijl de intentie, de mensen moeten natuurlijk wel stappen vooruit maken. Een soort schijnbeweging zijn om dat groene certificaat en dat groene label opgepakt te krijgen. Niet alleen een marketingtrucje. Nee, het moet meer zijn, wel meer zijn dan een intentie. Maar een mooi verhaal maken, dat kan iedereen. Ja, maar het is echt moeilijk om ons vakgebied, de designindustrie, te maken. Wat maakt het dan zo moeilijk? Je zegt ook, het is gewoon doen. Het is ook gewoon doen. De tegenstrijdigheid zit erin dat we bijvoorbeeld kandidaten tegenkwamen die waarschijnlijk hele simpele dingen deden en dat al decennia lang doen, wat gewoon heel goed is. Alleen dat we dat nooit willen zien of gezien. Als duurzaam. Aan de andere kant heb je natuurlijk mensen die met vooruitstrevende technieken werken, die allemaal nieuwe dingen uitproberen en iets meer risico nemen. En die krijgen wat meer aandacht. Wat voor technieken kun je het concreet maken? Nou, wat Walter bijvoorbeeld aangeeft, dat recyclen van jeans, dat is natuurlijk een soort materiaal-experiment wat dan uitmondt in de stoel. Ja. Maar je kunt ook een stuk hout nemen en dat mooi bewerken en dan ben je eigenlijk ook heel duurzaam bezig. En dat doen we natuurlijk al honderden jaren, al duizenden jaren. Dit is de antwoorden liggen niet altijd in de toekomst. Nee. Dit is wel de eerste designwedstrijd die we organiseren. Hoe lang denk je dat wij dit moeten blijven doen? Voordat elk product duurzaam is en dat we het zelf kunnen hebben. Wanneer wordt het niet meer normaal? Ja? Is dat, wanneer, ik denk dat het nog wel even zal duren, want ik heb 44 inzendingen gezien.
Er is ook beroepsdeformatie. Dan kijk je naar het logistiek concept. Ja. Dan denk je, hoe maak je logistieke ketens slim en schoon? Doe je allereerst door samen te werken met je concurrenten en collega's. In geen enkele van de 44 cases zagen wij bedrijven in die sector die samen zeggen, we gaan de logistiek slim. Terwijl er enorme kansen liggen. We hebben ook wel voorbeelden gezien buiten de 44 bedrijven. Een bedrijf samen bijvoorbeeld een export regelen. Ja. Samen een container. Maar dat zie je niet. Je ziet weinig nee, samen. Je ziet weinig, maar ook het nadenken over hoe werk ik nou heel intensief samen met retailers om te voorkomen dat we derving hebben van voorraad. Ja. Want de winkeldochters zijn natuurlijk nog wel, al die outlets is een beetje zonder het geld. Ja. Snelheid is geweldig belangrijk. We zien toch sommige supply chains soms 4, 6, 12 weken duren. En als je naar ieder geval zonder schakels in de keten kijkt. Ja, ik denk dat je dit niet meer terug in het hok krijgt. Dit is nu in gang gezet. Je kunt als na deze wedstrijd. Zeker. Sowieso. Ik denk dat dit de tipping. Dit is de tipping point. Ja. Over 5 jaar is alle transport in die sector CO2. Maar je kunt niet met droge ogen met producten aankomen, met een merk aankomen, wat dit totaal niet adresseert. Nee, dat denk ik ook. Maar je ziet natuurlijk ook al mee dat op de academische leerlingen die nu zitten, die groeien ermee op. En het schaalvoordeel haal je nog niet bij de grote bedrijven. Ja, het gaat ook om de omcommissie. Er moet ook geld mee verdiend worden. En daar liggen de risico's natuurlijk. Bedrijven moeten investeren. Ja, die willen de risico's aantrekken. Dus dat is goed. Gaat allemaal. Als ik jullie zo beluister, zien we elkaar nog wel 10 jaar. Nou, wat ik spannend vind, lijkt me mooi. Misschien kun jij erop reageren. Hoe gaat die consument zich gedragen? Zolang die consument denkt, ik haal een flatpack bij onder even welke grootschalige retailer en interesseer me niet hoe het gemaakt is. En de vraag is of we generatie mensen gaan krijgen. Ja. Zeg, ik kies juist wel voor iets wat duurzaam is, misschien wel mijn leven meegaat. En waarbij je inderdaad die aanschaf denkt van. Is dit goed? Schaal speelt hier ook mee. Ja. We gaan het zien. Ik denk dat het tijd is om de eerste winnaar bekend te maken van een productcategorie. We hebben namelijk 3 product awards en 1 brand award. Maar we beginnen deze awardshow met de product awards in de categorie accessoires. En dan weet ik dat José dat bekend gaat maken. Misschien kun je eerst vertellen wie de 3 genomineerden zijn. Er waren meer aanmeldingen, maar jullie hebben er 3 uitgekozen. Maar er waren in deze categorie best veel aanmeldingen, volgens mij 15. Ja, veel. Maar daar hebben we zijn we met z'n drieën tot 3 genomineerden gekomen. De eerste genomineerde is Desso met de Color and Structure vloerkleden collectie. En de tweede is Renew van Umeco, dat zijn Donsen dekens. En de derde genomineerde is House of Happiness met de Gold Leaf. Dat zijn de gordijnen gemaakt van gerecycled polyester van petflessen. Wil je dat ik ze alle 3 nog wat meer toelicht of niet? Of zal ik nou, er een hele spanning eraf halen? Je mag de spanning eraf halen, de winnaar bekend maken. Ik denk wel dat het heel erg leuk is om te zetten. Waarom dit volgens jullie de winnaar is? Wij hebben in de categorie accessories, zeggen we accessoires. Accessoires. Hebben wij gekozen voor Renew van Umeco. En wat we daar heel interessant in vonden in vergelijking, we hebben natuurlijk vergeleken met de andere producten, dat zij maken eigenlijk dekbedden die volledig worden gevuld met hergebruikt dons en veren. Dus 100% hergebruikt materiaal. En sinds het begin van dit jaar verzamelen zij ook de materiaal gewoon in Nederland. Waar komt ze vandaan? Bij kringloopwinkels, bij oude donsdekbedden, kussens. En die verwerken zij dan opnieuw. En daarbij is dan de buitenkant van het dekbed, is ook biologisch katoen, waar verschillende certificaten ook alweer voor zijn afgegeven. Ik weet al die afkortingen niet zo goed, dus daar ga ik me maar niet aan wagen. Nee, zou ik niet doen. En eigenlijk zijn zij voor ons de winnaar in deze categorie, omdat ze ook heel goed hebben nagedacht over wat er met het product gebeurt aan het einde van de levensduur. Dus heel veel mensen zeggen wel van heel veel producten hadden wel iets bedacht over hoe het moest gebeuren, maar zij hebben gewoon gezegd, je mag je producten weer bij ons inleveren en wij gaan er zelf nieuwe producten van maken. Mooi. Dus het is niet zo, breng het ergens heen en het komt ooit wel ergens in de keten terug. Dus dat vonden wij. En dat betekent gewoon opsturen per post naar Umeco en er wordt iets moois in zo gemaakt. Ja. Gaaf. Ja, verdienen wel een virtuele applaus toch? Ik vind het wel. Renew is de winnaar in de categorie accessoires. We gaan snel door naar de categorie verlichting. Ja. En dat gaat Walter vertellen. Het licht. Wie heeft het licht gezien? Ook een categorie met een aantal spannende inzendingen. Ja.
niet makkelijk voor de jury. We hebben er 3 op de nominatie gezet. Onze top 3. Dat is, in die top 3 staat De Wiel van Jabt. Mm-hmm. Miss Solar Light. Met het lampje Miss Nightingale. En Grey Scraplight met de Hive. Het woord zegt al bijna, hij ziet er als een soort bijenkorf uit. Dus we kijken naar de Jabt. Dat is Grey Pants. Grey Pants. Grey Pants. Excuses. Ja. Geen probleem. Scraplight. Grey Pants, Scraplight, Hive. Dus we hebben Jabt. Waarom zijn het deze 3 geworden? Jabt, vanwege een stoer design op basis van duurzame circulaire materialen. Miss Solar is ook een zonnelamp, maar met een heel bijzonder verhaal. En ik daag iedereen eens uit om even de website te kijken waarvoor deze lamp ooit gemaakt is. Hij heeft ook niet voor niks in Miss Nightingale. De Hive, echt knap wat ze gedaan hebben met laagwaardig materiaal. Namelijk? Karton. Een mooi designproduct. Ja. Doen ze al jaren. En dit product vonden we ook een mooi product. Maar we hebben natuurlijk een winnaar. Je kunt niet iedereen laten winnen. En de winnaar is geworden Wiel van Jabt. Nou. Waarom sprong Jabt en u uit als producent? Ja. Lokaal geproduceerd. Hoogwaardig product en heel belangrijk, zodanig bedacht dat het ook repareerbaar is. Dus heel veel producten die zijn gelijmd, krijg je nooit meer uit elkaar, kun je weggooien. Dit kun je eenvoudig repareren, maar het ontwerp maakt het ook dat je de grondstoffen, en het aardigste hebben gewerkt met grondstoffen die we al lang kennen als circulair. Denk even het aluminium wat verwerkt is aan de lampen. Dat is het aluminium wordt overal gebruikt. Je gebruikt ook een grondstof die niet heel bijzonder is. En moeilijk te krijgen, maar gebruik de grondstof die je eigenlijk overal kan kopen en die ook weer overal hergebruikt kan worden. Zouden we heel duur de theorie noemen cross-chain, overketen zijn. Waar komt Jabt vandaan? Hebben jullie Nederland. Gewoon Nederlands, hè? Ja, precies. Nederlands zijn jongens. Ja, prachtig. Richard Hutter. Ja. En wat hij heeft gedaan is, want waar we echt voor vielen was, hij heeft een product gemaakt dat past bij de trend van hedonistic sustainability. Oh. Dat is een term die ik geleerd heb uit de juryvergadering. Het mag best sustainable zijn, maar dan moet het ook nog eens een keer mooi zijn. Ja, dus als ik naar de winkel ga en ik koop een sustainable kipje, dan mag het ook gewoon lekker zijn. Dat heeft dit bedrijf begrepen. Duurzaam mag ook mooi zijn. Nou, complimenten voor Jabt met De Wiel. Fantastisch. We verdienen de prijs in deze categorie. Wij gaan de prijs al behandelen binnenkort. Hartstikke mooi. Dankjewel Walter. Dan gaan we snel door naar de Product Awards in de categorie Furniture, oftewel meubels. En dan hebben we het over stoelen, tafels, kasten, banken. En er zijn ongetwijfeld ook genomineerden uitgekomen. Daar hebben we ook weer 3 genomineerden. Dat is de Arbor Eco van Hey, dat is een sofa. We hebben de Ocean Chair van Mata Design. En we hebben de Rum Chair van Wegers. Dat zijn 3 delen, als ik het goed heb. Ja, dat is het lot zo. Ja, die Denen hebben iets met meubels. Ja, dat is een hele goede, denk ik. Maar blijkbaar komt er dus ook wel heel wat van nieuw design uit die regio. Ja, die hebben een enorme industrie natuurlijk. Ja. Veel design van, Wat kun je iets vertellen over deze 3? Nou, de Rumchair van Welers. Welers is een bedrijf wat veel sowieso al duurzame meubels maakt. En dit is een stoel die ze maken van gerecycled kunststof. En dat is geoogst uit de zee. Dus dat zijn oude netten, oude vissersnetten. Mooi. De Arbor Eco Sofa van Hey, dat is dus voor Hey denk ik ook al een eerste dat die een duurzaam product willen gaan maken. En dit is een sofa wat een moeilijk product is. Dus ja, jij weet er zelf alles van. Maar waar veel, is dat het schuim alleen al, dat is toch een slecht materiaal. En, het is complex product om het goed voor elkaar te krijgen. Maar dat ze daar überhaupt aan begonnen zijn en durven te willen, dat vind ik al fantastisch goed. De Ocean Chair van Mata Design is een classic. Dat is een stoel die ze eigenlijk een remake hebben gemaakt. Ja. En daar hebben ze onderdelen ook vervangen door gerecycled kunststof. Weet je wat vandaan komt? Een kunststof? Ook weer uit de zee. Ook weer uit de zee, ja. Ocean Chair, niet heel gek. Maar zijn we wel ongelooflijk benieuwd wie de winnaar is. Kom voor. De winnaar is de Rum Chair van Wegers. RUM, geweldig. Ja. Nou. Maar waarom? Nou, wat ik al zei, Wegers is een bedrijf dat vanaf hun oorsprong al met duurzaamheid bezig is. Dat is de reden dat ze met een merk aan de slag zijn gegaan. En in deze stoel komt eigenlijk alles naar elkaar. Gerecycled kunststof gebruikt is één ding, maar dat je gerecycled kunststof gebruikt wat uit de oceaan komt, wat ik een probleem is, dat ze niet wel een applaus.
Ook qua design is het goed opgepakt, vind ik. Dus je hebt een paar problemen die je met recycled kunststof tegenkomt. Je hebt niet alle kleuren die je kunt gebruiken. Nee. Omdat natuurlijk alle kleuren gemengd zijn. Dat hebben ze opgelost bijvoorbeeld door kleuraccenten in het frame te stoppen. In een metaal frame. Nee. Is dat frame dan ook nog duurzaam? Het is van metaal, dus dat is al 85% schoon. Dat zit gewoon in onze keten, dat gebruiken we allemaal. Ja. Sommige dingen zijn wel goed. Sorry, die heeft wel een kleine oproep. Duurzaam kan heel mooi zijn, maar we zien ook dat duurzaam wel eens een prijs heeft. Ja, ja. En daarmee niet zijn weg vindt naar iedere eetkamer of zitkamer. Ja, dat is best wel een uitdaging voor producenten die dingen die ontdekt worden in hun ontwerpproces, voorbereidingsproces, dat dan ook eens op schaal te zetten, waardoor we allemaal toegang hebben. Ja, is dat nou het volume, wat natuurlijk juist in de meubelbranche van belang is? Als je er duizenden kan maken, dat vanzelf die kostprijs omlaag gaat. Nou, Virgin kunststof is ontzettend goedkoop en toen de olieprijs nog hoog stond. Het klinkt heel technisch, maar helaas is het zo. Toen de olieprijs heel hoog stond, was gerecycled kunststof. Dat kwam in de buurt van Virgin kunststof. Ja. Maar die prijs is gevallen van olie. Dus nu is er alweer een economische prikkel om toch weer Virgin te gaan. Ja. Dus het verschil blijft je altijd. Maar het is een goed punt, want de RUM chair van Welers kost meer dan 400 euro. Dat is natuurlijk niet een massaproduct. Nee. Dat zal er even duren voordat iedereen in Nederland dat kan en wil aanspannen. Deze categorie was voor ons bloed, zweet en tranen, omdat we heel veel goede voorbeelden hebben gezien. Ja. Hele grote producenten. Ja. Maar met name ook producenten met letterlijk één stoel op kantoor. Ja. En als je daar kijkt wat de duurzaamheid is die bij de kleinere producenten zit en die gedachten. En als je daar wat van de nieuwe innovatieve concepten kan meenemen, kan juist in deze categorie. Ja. We zien wel een paar hele mooie pareltjes in de 44 aanbiedingen, ook bij de hele kleine bedrijven. Ja, ja. En we moeten dus ook hopen dat al deze producten een impact gaan krijgen. Dus dat ze ook echt worden gekocht. Je wilt aandacht krijgen en van daar. Dat ze minder op de producten uit de markt drukken en dat ze zich een eigen plek verwerken. Ja. We naderen de ontknoping, jongens, want we gaan nu naar de Brand Awards. Dat is een bijzondere prijs, niet zozeer voor een product, maar zelfs voor een heel merk, waar de jury van vindt dat ze voorop lopen op het gebied van duurzaamheid. Ja. We hebben heel veel merken hebben zich aangemerkt, gemeld, kan ik vertellen. José, jij gaat er meer over vertellen. Ik ga alleen over de drie vertellen die wij hebben uitgekozen uit het grote aantal inzendingen. Heel goed. Wij hebben genomineerd voor een Brand Award, Emeco. Dat is een Amerikaanse producent van projectstoelen met een zeer lange staat van dienst in duurzaamheid. Ze gebruiken eigenlijk die materialen waar Peter het eerder ook al van aluminium en kunststof. Ja, en de tweede genomineerde is Zeitraum. Zij maken ambachtelijke meubels die meer dan de mensenleven meegaan. En de derde genomineerde is Oconi. En dat is eigenlijk de jongste speler die wij in het lijstje aangekregen hebben gekregen. Die ook al die van heel laagwaardig materiaal, namelijk van papierpulp, kwaliteitsmeubilair maken. Zo. Ja, dus dat. En daar kun je ook op zitten. Ja, hopelijk wel. Papier, ja. Ja. Mooi. Dan gaat het papier-maché vast wel voorbij, denk ik. Dat hoop ik, denk ik ook, zeker. En de winnaar voor ons van een Brand Award is Zeitraum. Aha! En waarom wij voor Zeitraum hebben gekozen, is dat eigenlijk bij hen alles in de keten klopt. Dus van begin tot het eind. En, van het ontwerp tot het hout dat ze gebruiken, tot de productie die ze doen gewoon in Duitsland, bij de fabriek, allemaal lokaal. De distributie is goed georganiseerd en duurzaamheid zit gewoon in de genen van het bedrijf. Eigenlijk is het niet eens terug naar het ambacht, wat je natuurlijk ook wel veel ziet, maar zij zijn gewoon van oorsprong een ambachtelijk bedrijf en hebben dat eigenlijk altijd op die manier doorgezet. En het zijn mooie producten. Ja, is dat ze wel thuis willen hebben? Zeker. Ja, ik vind het, ze maken echt een hele mooie productlijn. Het is heel consequent in wat ze brengen. Het brengt veel enthousiasme met Zeitraum. Dus ik had plussen en minnetje lijstje gemaakt. Ja. De beoordeling. Ik had eigenlijk alleen maar plusjes. En ik had één minnetje dat misschien alles altijd iets beter kan. Maar dat is natuurlijk een. En dat is? Alles is maar de prijs. Maar je noemde wel iets heel bijzonders, dat in de tijd dat zo'n tafel meegaat, groeien er gewoon vier nieuwe bomen op. Ja. Dus eigenlijk is het mega duurzaam. Dat is echt compliment voor Zuid-Afrika. Ja. En het is ook weer eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als bij de wheel van Jabt. Kijk, sommige materialen zijn ons zo bekend dat we vergeten dat ze duurzaam zijn.
een boom is één grote CO2-opslag, dan betekent dat het CO2-batterij. Ja. En zolang dat meubel blijft bestaan, zit die CO2 daarin. Dus als een product heel lang meegaat, dan blijft die CO2 heel lang in dat meubel zitten. Ja. En dat wordt al heel lang zo gebruikt, dat is het bestaan van 30 jaar. Ja. Ja. En het is natuurlijk ook zo, je kan met hout werken, maar als je er vervolgens een lak over smeert die helemaal weer niet interessant is. Ja. En het Zijtraam doet eigenlijk alles met olie. Dus okay. Ik gok, nou, alles klopt gewoon naar wat zij doen. Mooi, dan gaan we naar kijken. Het is een volledig terechte winnaar wat ons betreft. Ja. Mooi om te horen. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie grote bijdrage? Want ik weet dat er heel wat uurtjes hebben gezeten in het lezen en beoordelen van de deelnemers. Echt trots dat jullie met elkaar en met ons, met Vlinders, eigen huis en interieur dit hebben willen en kunnen doen. Het is de eerste keer geweest. En ik hoop oprecht dat er nog veel mag volgen. Of dat het niet meer nodig is. Of dat het niet meer nodig is. We hebben gezegd van, we vinden het ook wel erg gezellig. Dus de komende 10 jaar willen we dit zeker nog gaan organiseren. Mogelijk vanuit een offline locatie. Ik wil jullie ook graag hartelijk danken voor het kijken naar deze awardshow. We hebben het met heel veel plezier gedaan vanuit Vlinders in Zaandam. En wij gaan de winnaars gaan we uitgebreid lauweren. Die krijgen alle aandacht en we hopen dat daar veel gevolg komt. Want het doel blijft om een podium te bieden voor deze prachtige producten en merken. En we hopen ook dat het effect gaat hebben. Nogmaals dank voor het kijken. Graag tot volgend jaar en we hopen jullie weer te zien.